judicieel register. Maar ja, dat kan. Dat verhoudt zich. Dat is niet strijdig met het zijn van minister. Maar we zien nu dat de minister die iets verkeerd heeft gedaan een boete krijgt. En de staatssecretaris die ook iets verkeerd heeft gedaan geen boete krijgt. Is dat uit te leggen? Dat is echt aan het Openbaar Ministerie. Wat ik heb begrepen is dat het Openbaar Ministerie heeft gezegd. Normaal gesproken doen we het in drieën. Je waarschuwt nog een keer en dan leg je een boete op. Maar omdat dit de minister betreft die in het bijzonder ook verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels. Uiteraard met het hele kabinet. Vinden we daar een bijzondere situatie. En hebben we daarom besloten om dit te doen.